Tot maandag is het weiland tegenover de Oude IJssel bij het Druterrein in Ulft het domein van Nederlandse en Franse houtskoolmakers. De houtskool moet transformeren in een kunstwerk, dit om het lidmaatschap van de Ring van Europese IJzersteden in 3 stappen zichtbaar te maken. De drieluik bestaat uit het maken van houtskool, het verwerken met dat houtskool ijzer met het oer wat we hier ter plekke gevonden hebben. En dat gaan we dan weer verwerken naar een kunstwerk waarbij we laten zien de oude technieken, oftewel de nieuwe kabelmasten en het oude industriepark. De Nederlandse en Franse teams starten vorige week met het bouwen van zogenaamde mijlers. Adrien Morat legt uit hoe het ambachtelijk stoken van houtskool werkt. The basic structure, it's a pile of wood. Very, very tight together. We don't let some holes between the wood, so it's well organized. After we put a layer of straw, is something to cover to support the earth, and we put between 10 and 15 centimeters of earth on up to it to close it from the air, too much air, and we progressively drill some holes to bring the heat to an area to burn the wood and transform it in charcoal. Oude IJsselstreek houdt met het lidmaatschap van de Ring van Europese IJzersteden de geschiedenis levend. Dit jaar was het zelfs gastheer van de digitale jaarvergadering. Klaassen legt uit wat specifiek houtskool betekend heeft. Door dat houtskool konden ze de hoogovens in stand houden en is eigenlijk Ulft, de Dru, maar ook de Etna, de Atag in de omgeving, eigenlijk alle ijzergieterijen van Doesburg tot aan Anholt moesten draaien op houtskool. In de week dat de Achterhoek geteisterd werd door windhozen, sliepen de houtskoolmakers in tentjes naast hun mijlers. No, it's not better in France. I'm from northeast, so it's the same weather actually. But yeah, we can imagine what was the job to do it all year long outside. It's hard work, really hard work.